En je weet het niet, hè? Misschien... Ik wil zeggen, misschien is Jezus ook wel een gabber. Dat kan, nee, echt, kan niet. Echt niet. Sorry, vader, voor deze man die naast mij heeft, spijt me. En vandaag heb ik een tweede date met... Vee, of eigenlijk haar naam Jade. Vee was namelijk haar sekswerknaam. Heel veel meisjes die het werk doen, die doen geen anale seks. Maar bij transgender meisjes die het werk doen, blijft er heel weinig over om nog te kunnen doen. Dus heel veel jongens die op anale seks scheiden, die weten dat ze bij een normale prostituee dat niet kunnen krijgen, maar bij een transgender prostituee dat wel gaan krijgen. Sekswerker. Iemand die tegen betaling seksuele handelingen verricht met of voor een ander. De mindere kant van het werk is dat ik er toch nog wel een stempel op jankt. Over algemeen sekswerk. Ik heb het gewoon goed voor elkaar. Op dit moment ben ik gewoon gelukkig met wat ik doe. En ja, ben ik er eigenlijk ook stiekem ook best wel gewoon trots op. En zolang ik dat gevoel heb en kan volhouden, blijf ik het gewoon doen. En anders niet. Nee, waar ik het toen niet over kon hebben voor mijn gevoel, was hoe mijn verleden was. En wat het voor mij heel moeilijk maakte, is dat ik mezelf elke dag daar nog de schuld van geef. Ja, meestal dan klop ik buiten aan bij mensen voor de tweede date. Maar nu gaat het even anders, want je woont hier beschermd op een anonieme woning. Waarom is dat? Ja, klopt. Ik woon hier eigenlijk sinds kort. Omdat ik net uit sekswerk ben gestapt. Dat is wel even een andere sfeer van toen ik er heel erg trots op was. Ja, joh. En ik wil heel erg mijn leven veranderen. En dit is eigenlijk op het moment een beetje de enige optie hoe ik dat kon doen. En waarom is dan zo'n hele beschermde, anonieme plek nodig? Omdat hier toch wel ook wel hele kwetsbare meisjes zitten. Ja. En dat durf ik nu ook toe te geven dat ik dat zelf eigenlijk ook ben. Meisjes zitten hier gewoon echt voor mensenhandel. Uit mensenhandel komen, gedwongen prostitutie. Of er zelf niet meer uit kunnen komen. Of juist het na willen denken om te stoppen met het werk. Zo, maar dan is er echt een hele hoop veranderd. Ja, heel veel. Wat staat er een beetje vandaag op de planning? Ik wou ook heel graag deze plek laten zien. Het is wel anoniem, maar... Dat ik ook gewoon laat zien waar ik nu in mijn leven sta. Omdat ik ook gewoon open en eerlijk over mijn leven wil zijn. Ja. En later op de dag, dan neem ik je ook nog mee naar een andere plek die heel belangrijk voor me is. Op dit moment in mijn leven. Oké. Okay. Zullen we dan beginnen met een rondleiding? Ja, is goed. Ja? Nou, begin maar in je kamer. Grote speaker. Mag je hier eigenlijk een feestje geven? Kan je die speaker een beetje aanpompen of niet? Ik kan zeker hardcore opzetten. Nee, niet nu. Oh. Toch? Oh, ja. Of wel nu? Kan wel. Maar, laat maar even zien. Maar laat maar even horen waar je van houdt. Maar niet te hard voor de anderen. Of maakt dat niet uit? Moet je niet zoveel omgeven. Je hebt nog even veel scheid, gelukkig. Ja, dat wel. Zet je hem nou op zijn hardst? Nee, valt mee. Hou je hier wel van of niet? Ik vind het wel dik. Je hebt ook wel een goede outfit hier aan. Ja, en die feesten zijn zo lekker. Ik word er zo vrolijk van. Oké, even rust in de tent. Ja. Dit was goed, ik heb het ervaren. Nee, dit is de woonkamer. Oh ja. Het is gewoon echt een huiskamer, niet als een groep of instelling. Ja. Het is gewoon heel mooi en we hebben achter ook een hele mooie tuin, die laat ik ze ook nog wel zien. Maar je zit hier dan dus 3 maanden. Hoe zien dan een beetje je dagen eruit? Je doet eigenlijk niet zoveel, want het is ook echt dat je tot rust komt. En tot jezelf kan komen. Dus als je geen stress hebt om geld, niet een huur hoeft te betalen, gewoon eten voor is, alle basis is er. Dus je hoeft niet terug te vallen in sekswerk. Het is ook het idee dat we hier gewoon echt wonen als zelfstandig en niet het idee dat je in een instelling woont. Dat je ook echt jezelf kan komen. Het is gewoon veiligheid. Ja, veilig. Dat is het ook. En niet een stress hebben dat iets moet. En zijn er dan een soort van regels die hier gelden? We hebben alleen als regel dat we niet naar 11 uur thuis mogen komen. Gewoon voor veiligheid dat je niet in het werk belandt of foute mannen tegenkomt of whatever. En het liefste is ook dat je mee eet in de avond. Het is niet verplicht. En voor de rest, ja, dat is het eigenlijk wel. Zullen we eens buiten zetten? Ja. Ja?
Nee, dit is eigenlijk onze tuin. Wow. Een hele mooie tuin. Groot. En ook het leuke hier is dat ze twee katten hebben die heel vaak komen. En die geven altijd stiekem eten. En ja, het is echt geweldig. Beetje onze huiskatten, maar zijn er niet van ons. Maar kunnen we ze niet roepen? Hoe heet ze? Ik weet ook niet hoe ze heet eigenlijk. Oh. Maar ik kan wel met jou, misschien komen ze. Miauw! Want wanneer was voor jou een beetje het punt dat je dacht van, dit is niet leuk wat ik aan het doen ben? Eigenlijk dat ik mezelf de afgelopen jaar heel erg ben tegengekomen. Omdat ik ook al wat langer in het werk sta waar ik niet heel eerlijk over ben geweest. Het is niet altijd heel erg vrijwillig geweest. En dat is eigenlijk al sinds mijn 11e, ja, sinds ik 11 ben eigenlijk al. Toen zat je er al in. Ja. En hoe is dat allemaal gegaan? Ik was heel erg op zoek naar mezelf. Omdat ik natuurlijk als jongen ben geboren. Ik ben transgender en daar was ik al heel vroeg achter. En ik wou eigenlijk gewoon een beetje lotgenoten zoeken, omdat mijn familie er niet achter stond, achter mijn keuze van mijn transitie. Maar ik kon niet heel erg aansluiting vinden, dus ik ging online op zoek. En ik wou het eigenlijk met leeftijdsgenoten over hebben, maar als je dat op Google intikt, dan krijg je natuurlijk gewoon verkeerde sites. En dat wist ik als 11-jarige niet en daar ben ik toen op beland. Dus ik bleef eigenlijk heel erg in een wereld hangen waar ik zelf niet in wou zitten. Wat niet per se een verkeerde wereld is, of hoeft te zijn, maar wat het wel voor 9 van de 10 meisjes gewoon is. Ja. Maar had je dan zo'n masker op ook voor jezelf of zo? Of alleen voor de buitenwereld? Dus toen voor ons? Nee, ik ben een heel erg open persoon en dat ben ik altijd al geweest. Maar als het echt op hele serieuze problemen aankomt, dan kan ik mezelf heel erg afsluiten. Of dat wil ik eigenlijk. Ik ben eigenlijk meer open over de dingen die me niet raken, maar die ik doe. En daar heb ik geen probleem mee om dat te delen. En op dat moment deed ik sekswerk en ik vond dat niet erg om met jullie te delen, maar het emotionele stukje daaraan, dat kon ik op dat moment niet delen. Kan je dat nu wel delen, wat er aan de hand was? Ja, ik wil er wel op zich wat over kwijt. Omdat het ook naar mijn mening andere mensen kan helpen. En ik ook hoop dat het van meerdere kanten bij het verhaal gewoon gezien kan worden en er wat mee gedaan kan worden. Ik probeer het te ontwijken. Ik wil er nog niet over. Vind je het nog zo moeilijk om het over te hebben? Ja. Wil je het er dan over hebben of niet? Voelt het wel fijn om het over te hebben? Ik wil het er wel over hebben. Waar ik het toen niet over kon hebben voor mijn gevoel, was hoe mijn verleden was. En wat het voor mij heel moeilijk maakte, is dat ik mezelf elke dag daar nog de schuld van geef. Dat het mijn eigen schuld is. Omdat ik het wel in het begin zelf heb opgezocht, maar toen op een gegeven moment misbruik van me is gemaakt door mannen, dat ik dacht dat het mijn eigen probleem was. En sindsdien kreeg ik ook een masker eigenlijk op, dat ik toen al tegen begeleiders vanaf mijn 12e, 13e zei dat ik trots op was dat ik sekswerk deed, terwijl het helemaal niet zo was en echt in verkeerde situaties ben terechtgekomen. Hoe kijk je daar nu op terug, dat je dan zo je zo anders voordeed terwijl er eigenlijk zoveel meer onder zat? Het is altijd een masker geweest en ik denk dat iedereen zo zijn eigen problemen op een andere manier uit en wel een muurtje om zich heen heeft. En voor mij was het dan heel erg op dat moment dat als ik ergens trots op ben, ik kan er leuk over vertellen en niet de negatieve kanten laten zien, dat ik het dan voor mezelf ook draaglijker en makkelijker werd. Hoe is dan op een gegeven moment dat omslagpunt gekomen dat je dacht, ik moet hier gewoon uit, dit is klaar? Ja, voor mij is de omschakeling heel erg geweest dat mensen ook zeiden dat het wel problematisch was en dat ik dat zelf ook in begon te zien en dat ik gewoon een ander leven wou, wat ik nu heb, maar ik niet zo goed wist hoe ik eraan kon beginnen. En ja, eigenlijk gewoon het afgelopen jaar zo erg de shit in ben gegaan, wat ik gewoon niet had verwacht dat het zo diep kon gaan. Elke keer dat ik gewoon dacht dat het beter zou worden, of dat geld de oplossing was, of gewoon uit het werk wou gaan, maar het dan gewoon niet lukte, omdat je ergens zo vast in een patroon zit, dat je jezelf ook niks meer waard vindt. Dus dat je dan gewoon doorgaat, dus op overlevingsstand zit. En daar hebben hulpverleners me uitgetrokken, dat er nog wel gewoon een kans is, en dat heb ik gewoon aangegrepen. Hoe ging dat dan? Hoe deden ze dat?
In de club komen af en toe vertrouwenspersonen van de GGD. Die vragen hoe alles met je gaat. Want is een club ook gewoon verplicht? En daar ben ik open mijn verhaal gaan vertellen. En dat ik eigenlijk gewoon een heel ander perspectief voor me heb, maar niet vooruit kom. En toen ben ik eigenlijk elke week met hun gaan afspreken en opties gaan bekijken. En zo ben ik eigenlijk ook hier terecht gekomen. Dat ik nu emotioneel ben, is gewoon echt om mijn verleden en niet om waar ik nu zit. Ja. Ik ben heel blij dat ik hier zit. En gewoon, het geeft zo'n goed gevoel dat er wel gewoon meer is dan alleen sekswerk. Ik vind dat ook heel belangrijk, ook voor mijn eigen reputatie, om te laten zien dat ik ook een andere kant ingeslagen ben. Ja. Want wat merk je nu al van, zeg maar, de nieuwe jij? Dat is eigenlijk wel, daar kan ik weer heel blij van worden. Maar eigenlijk toen ik hier kwam, werd alles beter. Ik had heel snel een vervolgplek, ik kan mijn verhaal kwijt. Het is gewoon goed. Je zit met andere mensen die hetzelfde meemaken. En toen zat ik gewoon heel erg in de overleefstand. En nu zit ik in de leefstand. En ik heb ook het gevoel dat ik hier kan leven en niet meer hoef te overleven. Ja. Deze plek moet je even uitleggen, want dit is best wel een contrastje. Ja, dat zou je, als je me ziet, zou je ook niet denken dat ik hier zou komen of überhaupt gelovig ben. Ik ben heel mijn leven al eigenlijk gelovig geweest. Ik durfde het alleen nooit echt toe te laten of ermee bezig te zijn, omdat ik ook ergens bang was. Dus omdat ik wel transgender ben en je kan meerdere opvattingen hebben over waarom je dan niet welkom zou kunnen zijn in de kerk. Maar eigenlijk kan je op elke manier wel een opvatting hebben dat je niet welkom bent. Mm-hmm. Terwijl eigenlijk iedereen welkom is. Nou ja, ook natuurlijk met sekswerk snap ik best dat je denkt, is dat nou wel zo'n prettige combi? Ik denk dat ik eerder bang was vanwege mijn transitie dan het stukje sekswerk eigenlijk. Hoezo dan? Omdat sekswerk eigenlijk een keuze kan zijn waar je makkelijk mee kan stoppen, maar transgender mijn leven is. Maar dat is iets wat ik niet kon veranderen en stoppen met sekswerk wel. Wat is voor jou echt het voornaamste wat je vindt in het geloof? Een houvast gewoon voor mijn leven. En daarom voel ik me hier ook gewoon thuis en fijn. En juist ook in contrast met eerst dat ik dacht dat ik niet welkom was, maar dat je juist welkom bent. Ik voelde wel als we weer een tweede keer thuiskomen eigenlijk. En ik heb God ook nooit de schuld gegeven van mijn problematiek die ik in het leven heb. En eigenlijk pas nu sinds een paar weken kan ik dat ook meer bij mezelf toelaten. Ja. Dat ik ook naar het geloof toe durf te leven en er daarin durf te zijn. Maar het klopt wel wat je zegt. Ik ben een christelijke gabber, dat zie je niet vaak. Oh ja, noem je jezelf zo? Dat is ook de eerste keer dat ik in de ouders in de kerk zit. Dat is wel een beetje apart, maar nee, ik vind deze dingen kan ik gewoon prima combineren. Ja. En ik vind het ook juist wel fijn om dat uit te stralen, dat iedereen welkom is bij het geloof. En het is ook gewoon het gevoel van, dat zegt jou waarschijnlijk niks, van de Heilige Geest. Dat zegt me vrij weinig. Nee, dat zeg je vrij weinig, maar dat voelt eigenlijk een beetje als mijn nieuwe drugs. Ja, dat klinkt heel raar, maar nou, het is een gezonde verslaving, denk ik. Maar en heb je niet het gevoel, zeg maar door je verleden, dat je denkt, nou, ik heb wel echt flink wat van me af te biechten dan? Nee, totaal niet. Want als je kent het geloof een klein beetje of je bent er heel erg mee bezig. En op het moment dat je mee bezig bent en je toeleeft, dan kun je zonder vergeven worden. Dus ik geloof ook dat er vergiffenis voor mij is. Ja. En dat is eigenlijk iets heel erg moois. Kijk, het zou wel anders zijn als ik nu vol in het geloof zit en dan mijn zonde gewoon door laat gaan. Maar dat is niet iets wat ik doe. En hoe kijk je een beetje naar de toekomst? Wat zijn dingen waar je heel veel zin in hebt? Heel erg mijn opleiding. Wat voor opleiding ga je doen? Interieuradviseur. Lijkt me heel erg tof. Ook vooral omdat je als zelfstandig aan de slag kan. En ik eigenlijk nooit meer in mijn leven voor een baas wil werken. En ja, gewoon helemaal mijn eigen woning weer. Waar ik binnenkort dan naartoe ga. En ja, gewoon, ik kijk niet meer zo goed wat ik heel erg wil. Ik kijk gewoon nu wat ik heb. En dat is gewoon ook een woning krijgen, opleiding doen. Ik hoef niet meer grote dromen te hebben. Met kleine dromen kom ik op dit moment gewoon verder. Ja. Zo, gewoon rustig
met mijn vriend, school. De normale dingetjes gewoon in het leven. En de normale dingetjes zijn ook gewoon goed, toch? Klopt. Ja. Had je dat ooit gedacht, na alles... Niet dat ik in de kerk zou zitten, nee. Nee, dat niet, nee. Nee, zeker niet, maar... niet gedacht, wel altijd gewild. En je weet het niet, hè? Misschien... ik wil zeggen, misschien is Jezus ook wel een gabber. Dat kan, nee, echt, kan echt niet. Sorry vader voor deze man die naast me heeft, spijt me. Okay, ga jij hier nog even bidden, dan ga ik hier deze kerk uit. Doei. Ik zou wel voor jou bidden. Ja, biechten. Okay, de date is voorbij. Ik vond het wel echt super bijzonder, want ik zag wel echt vandaag een andere Jade. De dag begon echt heel heftig. Ik vond het gesprek ook heel heftig en ook vond het ook echt heel zielig voor haar. Maar ik zie echt dat het beter gaat. En ja, ik vind het vooral echt fucking stoer dat ze dit allemaal zo durft te vertellen op beeld, zeg maar, met ons. Dus ja, Jade, bel me zeker nog een keer over een paar jaar. Want dan gaat het hopelijk echt nog weer veel beter met je. Oh, trouwens, als je de eerste date wil zien, check dan even de video. Like deze video en abonneer even, dus druk op dat belletje. We zijn nogal moeilijk te vinden op YouTube. Goh, waarom zou dat nou komen? Dus druk even op het belletje. Thank you.